Het Regionaal Archief Rivierenland, RAR, heeft een internationale prijs gewonnen voor een film over het archief. Dat gebeurde tijdens een internationale conferentie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Het Regionaal Archief in Tiel kreeg de meeste stemmen en won daardoor de publieksprijs. De film Rens in het archief is gemaakt door Björn Sluiter en Taatske Pieters in opdracht van het RAR en Erfgoed Gelderland. Rens in het archief was genomineerd in de categorie Beste Film, die de relevantie en belang van de archieven laat zien. Het bewuste filmpje laten we u nu zien. Hey allemaal, ik ben Rens en ik ben mijn huis aan het opruimen. Dat doen jullie vast ook wel eens, toch? Dat je je kamer opruimt. Dit is een foto, maar het is ook een document. Net als de trouwfoto van mijn ouders. Of diploma van mijn middelbare school. Al mijn documenten samen vormen mijn archief. Ik ben een archiefvormer. En jij? Welke documenten bewaar jij? Dit is niet zomaar een gebouw. In dit gebouw zit het archief van een stad en de omgeving van die stad. En zo zijn er in Nederland wel 400 van zulke archieven. Als je alleen alle brieven, documenten en boeken die hier liggen naast elkaar legt, dan krijg je een weg van wel 13 kilometer lang. En dan bewaren ze ook nog dingen digitaal, zoals foto's en films. Moet je nagaan, 13 kilometer lang. Hoe bewaren ze dat allemaal? Voordat iets het archief ingaat, komt het hier. Dit is de quarantaineafdeling en hier wordt gekeken naar de conditie van het stuk. Ze vouwen ezelsoren uit, halen vuil eraf en nietjes worden verwijderd, want die kunnen gaan roesten. Documenten die kapot zijn, die worden hier gemaakt. Dit is de restauratieafdeling. De restaurator moet heel precies te werk gaan om te zorgen dat wat hij repareert nooit meer kapot kan gaan. Je kunt bijvoorbeeld niet een scheur met plakband gaan plakken, want dat plakband gaat na een paar jaar rotten. In het archief willen ze dingen niet gewoon bewaren, maar voor altijd. Dat noemen ze behouden. Elk document dat wordt ingeleverd krijgt een eigen beschrijving en een uniek nummer. Dit noemen we de inventaris. De inventaris is een lijst met alle nummers van alle documenten. Zo is altijd alles terug te vinden. Als een stuk geïnventariseerd is, gaat het naar een depot. Hier liggen allerlei verschillende soorten documenten. Deze brief komt uit 1767. En dit ken ik. Dat is gaaf, joh. Een kogelgat. Goh. Het is niet alleen heel handig om spullen in een depot op te slaan, het is ook heel veilig. Zo worden de documenten beschermd tegen schimmel en vocht. De depots zijn stofvrij, bestand tegen water en hier is een constante temperatuur van 18 graden en de deuren zijn brandveilig. Gelukkig is het hier dus helemaal veilig. Behalve voor één klein dingetje. Het papiervisje. Nou, dan mogen jullie raden wat papiervisjes eten. Precies, papier. De belangrijkste documenten worden ook digitaal bewaard door ze te scannen. Zo kunnen de mensen ze hier of thuis op de computer bekijken.
alle scans bewaart het archief hier. In mijn telefoon passen zo'n 300 foto's, maar in deze server zitten al meer dan 1 miljoen bestanden. 1 miljoen! Nou, een dikke kans dus dat jij hier meer te weten komt over je familie, je sportclub of de straat waarin je woont.